En nu, de heer Van de Put, met een vraag over meer groen op straat. U heeft het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, u weet, onze partij heeft destijds meer blauw op straat gerealiseerd. En vandaag stel ik de vraag, meer groen op straat met een vraagteken. Ik moet even vaststellen dat, denk ik, hier buiten in de Wetstraat meer groen met een uitroepteken op straat staat. Maar dat even terzijde. U bent de eerste minister van Veiligheid in de geschiedenis van België. En u en ik zijn burgemeester en we weten allebei dat een integraal veiligheidsbeleid begint bij de wijkagent en eindigt bij het opsporen van internationaal terrorisme en terrorisme-dreiging. In een krantenartikel deze week, meneer de minister, kon ik lezen dat u samen met uw collega van Defensie de mogelijkheid onderzoekt om het leger in te zetten voor een aantal politionele opdrachten in de straat. En we konden vernemen dat u dat op een pragmatische manier wil doen. En de minister van Landsverdediging heeft dat gisteren ook in de commissie bevestigd. Nu, België is een land met heel veel politiemensen. Wij hebben 3,7 politiemensen per 1000 inwoners. En we zijn daarbij de hoogste van Europa. Om u te zeggen, in Duitsland zijn er dat 3, in Nederland zijn er dat 2,2. En er bestaat ook vandaag een protocol tussen leger en politie, hulp aan de natie, die een aantal afspraken regelt, waaronder bijstand van het leger in het kader van Europese en internationale organisaties, topvergaderingen en ook bij rampen. Ik kan begrijpen dat u het misschien interessant vindt om een aantal plaatsen te identificeren waar het leger misschien best op straat kan ingezet worden. Maar ik heb daar toch een aantal concrete vragen bij, meneer de minister. 1. Wordt het protocol hulp aan de natie vandaag al gebruikt om het leger in te zetten bij Europese topvergaderingen? Een tweede vraag, aan welke opdrachten en taken denkt u concreet die het leger kan overnemen van de politie? En 3. Is het uw bedoeling om het bestaande protocol te evalueren en eventueel uit te breiden? Of gaat u andere initiatieven nemen? Ik dank u. Dank u, meneer Van de Put. Meneer Jambon. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Van de Put. Wat ik in de pers gezegd heb om te gaan doen, is eigenlijk uitvoering geven aan het regeerakkoord. Dat wij samen gestemd. Ik ga even citeren wat in het regeerakkoord staat. Bij een verhoogd algemeen dreigingsniveau. Bij een verhoogd algemeen dreigingsniveau, we bedoelen daar niveau 3, u weet dat de schaal gaat tot 4, kan de regering na advies van de Nationale Veiligheidsraad, die we eerstdaags gaan oprichten, en desgevallend op vraag van een burgemeester, de beslissing nemen om het leger tijdelijk in te zetten om de politie en veiligheidsdiensten bij te staan voor bepaalde bewakingsopdrachten. We spreken alleen over bewakingsopdrachten. Hiertoe worden in samenwerking met de politiediensten de nodige synergieën uitgewerkt, onder andere met het oog op de nodige omkadering en opleiding. Op uw precieze vragen, het protocol dat bestaat is denk ik naar mijn weten ene keer ingeroepen, dat is toen in de tijd de bedreiging hier was van de CCC, Cellule Communiste Combattante. Toen is dat ingeroepen. Voor de Europese toppen wordt dat niet ingeroepen. Wat wij nu bezig zijn, dus, we hebben een vergadering daarvoor gehad vorige week met de politie. We gaan eerst binnen de politie het kerntakendebat voeren. Kerntakendebat dat we binnen de politie gaan doen. En dan natuurlijk met de conclusie naar de regering komen om dat daar te laten consolideren. Ik kan mij voorstellen dat in dat debat een aantal taken niet meer gaan gebeuren. Een aantal andere taken misschien door de privé kunnen gebeuren en in uitzonderlijke omstandigheden, beschreven in het regeerakkoord, ook defensie kan ingeschakeld worden met mensen die daarvoor opgeleid zijn. Het is duidelijk dat dat ook vergt. Maar laten we wel wezen, onze mensen van defensie doen vandaag bewakingsopdrachten op de luchthaven van Afghanistan in Kabul. Dus waarom zouden we die in uitzonderlijke omstandigheden die hier ook niet kunnen inzetten. Dat is de geest van het regeerakkoord en in die geest gaan we dat ook trachten uit te voeren en zal in voorkomend geval het protocol aangepast worden naar die modaliteiten toe. Dank u, meneer Jan Bon. Meneer Van de Put. Dank u, meneer de minister, voor uw zeer goede verduidelijkingen. Ik ben blij te horen dat het dat dit alles zal kaderen binnen het kerntakendebat van enerzijds de politie en ik denk ook het kerntakendebat van Defensie. Het is denk ik niet de bedoeling dat we in elke politiezone, in elke kerkstraat en dorpstraat van Vlaanderen en Wallonië, dat we daar de politie gaan vervangen door het leger.
En dat we bij het kerstshoppen bijvoorbeeld niet tegen een gewapende militair moeten gaan botsen. Dus ja, wij kijken uit naar het kerntakendebat en we zullen daar actief aan deelnemen. En ik wil u ook de suggestie meegeven, betrek daar ook de lokale korpschefs bij en eventueel burgemeesters. Dank u. Dank u wel, meneer Van de Put. En wij feliciteren de collega met zijn medespeech.